Ik vond het bijzonder. Bijzonder? Ja, ik vind het bijzonder. Ah, ja. Ik vraag me één ding af. Toen jij het net hoorde, je wilde een trein pakken, volgens mij. Ja. Maar toen kwam je zo... Toen kwam je direct hierheen. Hoe komt dat? Dat je na deze woorden gehoord te hebben, eigenlijk helemaal van pad bent veranderd. Ik weet niet, man. Ik vond het was mooi. Het klonk mooi. Klonk mooi? Ja. Het klonk in jouw mooi. Oren? Het klonk mooi, dus het sprak me aan. En we dachten, we willen even meegenieten van de mooie klank hier. Oh, maar. Subhanallah, ze genieten van het woord van Allah. Subhanallah. Join de Abdien's family en bestel jouw heerlijke parfums bij Abdien. De beste kwaliteit voor de beste prijzen. Ruik altijd lekker bij Abdien. Hoe heet jij en hoe oud ben je? Ik ben Max en ik ben 17 jaar. Daniel, 17. Adèle. En hoe oud? 19. Oké. Inge, ik ben 20. Oké. Ik ben Veerle en ik ben 23. Stuart en ik ben 28. Thijs, ik ben 24 jaar. Vergeet even de buitenwereld nu achter jou. Wat er gebeurt. Focus je alleen op hetgene wat ik nu doe. En ik ga nu starten. En daarna komen de vragen. Het duurt ongeveer 30 seconden, een minuutje. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. Ik denk Arabisch. Ja, ik denk ook Arabisch. Ik zou het niet anders weten, sorry. Ja, ik ook niet. Daar ben ik het ook wel mee eens, inderdaad. Ik ga eerlijk met je zijn, bro. Oh god. Je kan Kaolo goed zingen, man. Ja, oprecht. Ja, maar echt. Heel mooi, klopt heel mooi. Ja. Nee, oprecht, bro. Ik zweer het. Ja. Er zijn wat voor voorbijgangers ook bij komen joinen. أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. Dit was het. Ja, joh. Enig idee waar dit vandaan komt en wat dit is eigenlijk überhaupt. Mag gewoon raden. Als ik het zou moeten wagen, dan iets met de islam en een gebed of zo. Oké, dat is wat jij zegt. Ja. Okay. Ik zal niet verklappen nog wat het is, maar ik laat nog aan jou de kans. Ja, ik denk ook dat het iets met geloof heeft te maken. Een soort gebedachtig. Wat voor geloof? Ja, joh, dat zou ik niet weten. Nee? Echt niet. Nee. Jij zei islam? Ik zeg islam, ja. Oké. Okay. Dat klopt eigenlijk. Dit komt uit islam. En dit komt uit een boek. En ik weet niet of jullie dat boek kennen, maar dan mocht je ook raden uit welk boek dit is. Ik weet het ook weer. Het heilige boek van de... Koran? Ja. De Koran, ja. Correct. Ja, 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 ja. Correct, man. Dat was het. Bismillahirrahmanirrahim. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا
wa kuntum azwajan thalatha fa ashabul maymanati ma ashabul maymana wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah was-sabiquna as-sabiqun. Dit was het. Nice. Nou, allereerst, de vraag aan jullie is, wat denken jullie eigenlijk dat het is, watgene wat jullie net zojuist hebben gehoord? Arabisch of zo? Mm-hmm. Ja, sta ik achter. Ik heb ooit een keer een soort Bijbels gezang gehoord wat Arabisch is. Het deed me eraan denken, maar ik weet niet of het het is. Okay. Is het iets uit de Koran? Is het uit de Koran? Ja, ik weet niet wat. Het is allereerst de Koran. Dat klopt. Correct. Heel goed. 1 punt. Waar komen die woorden vandaan? Weet ik, ik zou ze niet kunnen vertellen. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal layli idha saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khayrun laka min al-oula. ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Mooi. Nee, maar echt oprecht, 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 fucking mooi. Ik ben best vaak in Egypte en Turkije geweest. En als je een beetje met normaal... Het is Arabisch toch, of niet? Of heb je ja, geweldig. Het is Arabisch ja, inderdaad. Ja, zeker, zeker. Nee, ja. Ik weet niet precies wat het is, want ik kan geen Arabisch. Maar ik vind het altijd wel mooi zangerig klinken. Ik hou ook van Limburgs en Vlaams. Dus dat zit er al in. Dus mooi. Bismillahirrahmanirrahim. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة. Dit was het. Mooi. Nu moet ik zeggen welke taal. Wat denk je dat dit is? Wat denk je waar dit vandaan komt? Nou, zeg het maar. Ja, Arabisch. Dat is heel goed. Arabisch inderdaad. Correct. Dat is een punt voor jou. Okay. Waar het vandaan komt? Waar komt het vandaan? Libanon, Syrië? Nee. Nee? Het komt niet uit een specifieke plaats. Het is naar beneden gedaald. Naar beneden gedaald? Dus niet, maar niet geografisch, zeg maar. Het is naar beneden gedaald op een plek ergens in Saoedi-Arabië. Oké. Zal ik het verklappen? Ja, verklappen. Het is een openbaring vanuit iemand boven ons. Allah, God. Wauw, correct. Ja? A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. Dit was het. Dat is mooi gezongen. Ik zeg Arabisch. Je zegt Arabisch? Ja, is dat goed of is dat... Correct, jongen. Ja, beter, beter. Wat nog meer? Waar komt het vandaan? Waar komt het vandaan? Oh, zo, dat is lastig voor mij. Ik moet een land noemen. Ja, eigenlijk bedoel ik met waar komt het vandaan? Wie zijn deze woorden van wie? Van wie de woorden zijn? Nee, ja, dat weet ik echt niet. Mag ik dat ook zeggen? Ja, maar probeer maar.
Oh, dat weet je niet. Ik heb geen idee van wie dat komt. Oké. Okay. Het komt van iemand, het is geen persoon. Ja. Het is ook geen geest. Het is niemand is gelijk aan diegene. Dat is eigenlijk, kan er maar één zijn. Dat is God. God. Ja. Oké. Okay. Wat denken jullie dat dit is? Berbers. Oké, okay, maar als je Arabisch zegt, is dat dan ik weet niet, man. Een specifiek land noemen of gewoon Arabisch? Arabisch. Ik denk Arabisch, man. Oké. Okay. Ja. Kijk wie van jullie eigenlijk heel goed is in het raden van wie zijn deze woorden. De vraag, volgende vraag is, wie zijn deze woorden? Wie mag, wie, van wie? Qua in de... Vroeger. Van vroeger. Nee, van wie zijn deze woorden? Is het van iemand? Het is van iemand, maar wie? Ik heb er geen profeet. Ja, ik denk van man met profeet. Denk ik, profeet? Ja, denk ik. Ik weet niet. Jullie zijn heel erg in de buurt. Het is geen niet van een profeet. Nee. Okay. Dat zou ik echt niet weten, man. Het zijn woorden van... Het zijn woorden van... Allah. Allah. Ah. Ah. Ik was als eerste. Ik heb er echt bij, inderdaad. Het woorden van Allah eigenlijk. Hebben jullie deze woorden ooit gehoord in jullie leven? Ik heb een klein stukje gehoord. Ik heb een klein stukje gehoord. Ik heb niet veel gehoord. Dus ik... Maar ik vraag me één ding af. Toen jij het net hoorde, je wilde een trein pakken, volgens mij. Maar toen kwam je zo naar toe. Toen kwam je direct hierheen. Hoe komt dat? Dat je gewoon van... Dat je na deze woorden gehoord te hebben, eigenlijk helemaal van pad bent veranderd. Ik weet niet, man. Ik vond die... het was mooi. Het klonk mooi. Klonk mooi? Ja. Het klonk in jouw mooi. Oren? Het klonk mooi, dus het sprak me aan. En we dachten, we even mee genieten van de mooie klankjes. Oh, maar. Subhanallah, ze genieten van het woord van Allah, subhanahu wa ta'ala. Weet jullie wat Koran is? Wat is Koran eigenlijk? Het is het boek van het geloof. Ja, zo ja? Van, ja. Wat ja, klopt. Voor de christendom is er dan... Is Koran voor de moslims, ja, precies, voor de islam. Ja. Heel goed. En de woorden die erin zijn, van wie zijn die woorden? Ja, Mohammed. Klopt dat? Nee. Wel bijna hoor. Kijken. Was het een opvolger van Mohammed? Ook niet. Het is geen mens. Oh, het is geen mens, is van Allah. Wauw, mooi. Dat waren de vragen. In het globaal, wat vonden jullie van hetgene wat jullie hebben gehoord? Ik vond het heel mooi. Ik vond het want zeg maar, ik hoor dat nooit. Weet je wel? Ik luister nog nooit gehoord dit? Nee, ik heb wel gehoord, maar niet zeg maar op een dagelijkse basis. Zoals ik muziek luister. Dus ik vind het best wel gaaf. Ja. En, maar het zijn andere klanken, weet je wel? Klanken, ja? Ja, dus ik vind het heel mooi. Heel mooi, heel mooi. Oké, mooi om te horen. En jij? Ja, mooi. Ja? Ja, nee, serieus. Had je het verwacht wat ik zou doen? Niet per se. Ik dacht dat je iets op zou zetten via je telefoon of zo, maar... Oké, okay, nou, dat waren de vragen eigenlijk. Wat jullie net hebben gehoord ging over eigenlijk de dag des oordeels. Oké. Ja. Wat houdt dat in? Het wordt vertaald. إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَ لَيْسَ لِوَقَعَتِهَا كَذِبًا Wanneer jullie haar zien, tegemoetkomen, de dag des oordeels, dan is er geen uitweg meer. Want die dag des oordeels, die komt eraan. Op een dag komt er, gaat alles weg. En dan is het eigenlijk einde der tijden. En dan is het afgelopen, de wereld is in elkaar gestort. De zon is naar beneden gedaald, de maan is weg. Niks is meer overgebleven. Niks is meer, want we zijn hier op aarde als een reiziger. En we gaan terug naar de Heer die ons heeft gecreëerd. Daar ging het stukje over, over dag des oordeels. Dank jullie wel voor jullie tijd. Welk boek is dit, denkt u? Ik denk de Koran, maar dat is maar een gok. Wauw, dat is correct, correct. En wiens woorden zijn dit, denkt u? Ja, dan zal het de profeet zijn. Bijna moet... goed. Oh, wie dan? Oh, God zelf. Ja. Ah, ja. Dat is mooi, hè? Ik zeg dit en hij weet gelijk, God. Boom. Ja, precies. Geweldig, precies, geweldig. Zeker. Geweldig. Ik ga voor u één vers vertalen wat dit was eigenlijk. Hier staat op het eind, zeg, was een mesaïle velet aan haar. En een vrager die vraagt eigenlijk om hulp, weiger niet om hem niet te gaan helpen. Dus met andere woorden, help hem. Dit is een van de vertaalde versen. U gaat de vertaling nog wel zien, zelf. Maar dit is eigenlijk wat u heeft gehoord vandaag, de Koran eigenlijk. Ja, fucking mooi. Maar nee, maar als het zo wordt gezongen, is het super mooi. Ja. Absoluut, absoluut. Ik vind... eigenlijk reciteren, het is niet zingen, het is reciteren. Ja, dat klopt, precies. Ik ken die technische verschillen. Even een vraag, je weet waar moslims in geloven? Globaal, maar... Wat is het allerbelangrijkste? Je hebt vijf pilaren en je hebt Allah en je hebt Mohammed en je hebt Hajjit. Ja, dus globaal... Wat deed u als laatst? De Hajjit. De Hajj. De reis naar Mekka. Heel goed. Nee, u wilt er heel veel van, dat is wel mooi.
Nou ja, jullie leven hier ook allemaal, dus dan moet je een beetje inleven. Nou, niet iedereen, hè? Nee, maar dat zijn gewoon allemaal gekke Nederlanders, die moet je niet zo, die moet je niet serieus nemen. Openbaring. Hetgene wat u hebt gehoord eigenlijk, zijn de woorden van God. Okay. De woorden van Allah, zoals je net zei, heel goed. En het zijn inderdaad krachtige woorden, omdat het echt betekenissen hebben. En de betekenis van hetgene wat je net hebt gehoord, ging over globaal, over dag des oordeels. Okay. Geloof je daarin? Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik niet heel erg gelovig ben. Nee, ik ben niet gelovig ook. Ja? Dus ik kan niet echt oordelen daarover, zeg maar. Ik ben niet precies. Ja. Als persoon? Als persoon, nee. Omdat ik niet me heel erg daarmee bezig hou. Maar dus dag des oordeels, zeg maar, daar kan, ja, weet ik eigenlijk niet genoeg van om nu te zeggen van. Weet je wat dag des oordeels is? Nee, weet ik niet zo goed, eerlijk gezegd. Nee? Dag des oordeels is einde, na einde der tijden. Wanneer alles eigenlijk afgelopen is. De wereld is er niet meer. De universum bestaat niet. Alles is om zijn kop. Alles is weg. Dan begint dag des oordeels. En dan moeten we eigenlijk de Day of Judgment heet dat in Engels. Mijn Engels is niet zo altijd best. Maar het gaat hier om die dag. Een enorm belangrijke dag waarbij eigenlijk komen staan voor God. Die ons heeft gecreëerd. Geloof je in een God? Nee. Ja, in de Koran geloven wij in één God. Dat is Allah. En hij heeft heel veel boodschappen meegegeven in de Koran. En een van de boodschappen is dat wij moeten geloven in de dag des oordeels dat eraan komt. Uit welke boek kwam dit? De Bijbel. Jouw woorden, sorry. De Koran. De Koran, geweldig jongen. Dit was de Koran inderdaad. En in de Koran geloven wij eigenlijk in één God. Dat is Allah. En we geloven dat de profeten, boodschappers gestuurd zijn naar de aarde. Om ons te doen herinneren dat er één God is. En dat we hem moeten aanbidden. Wat is jullie mening over hetgene wat jullie hoorden? Ik vond het bijzonder. Bijzonder? Ja, ik vind het bijzonder. Oké. Wat is er bijzonder aan? Nou, je hoort het hier niet. Bijna niet. En ik vind het wel knap hoe ze het hebben bedacht. En dat het gewoon, dat zo is ontstaan. Ja. Mooi om te horen. Ja, ik vind het allereerst loopzuiver. Zuiver? Ja, het is goed gezongen inderdaad. Oké. Ik ga nog één vraag aan jullie. Hetgene wat jullie hebben gehoord is eigenlijk, zijn de woorden van God geopenbaard op profeet Mohammed. Geopenbaard. Geopenbaard op profeet Mohammed, 1400 jaar terug. Deze Koran, de Koran is eigenlijk een krachtige boek ook. Waarin heel veel dingen die 1400 jaar geleden teruggezegd zijn door God. Geopenbaard op Mohammed, die de dag van vandaag gebeuren. Een kleine voorbeeld is eigenlijk dat er veel ellende zal zijn in einde der tijden. En nu kijk om je heen, zoals ziektes, corona en dergelijke. Dat maken we nu over. Afghanistan. Zijn dingen voorspeld in de Koran en ook eigenlijk in de overlevering van de profeet Mohammed. En die gebeurt de dag van vandaag ook. Een klein ander voorbeeld is eigenlijk onderzoeken wetenschappelijke feiten. Zoals bijvoorbeeld een leugen. Als jij liegt, wat gaat er werken? De voorhersenen. Kijk, uit onderzoek is gebleken, als je liegt, als je leugendetector gebruikt, gaat dit stukje gaat werken van je voorhoofd. Dat heet in het Arabisch Nasiya. 1400 jaar terug is het verteld door God dat als jij liegt, Nasiya in Kadiya, Kadiba, de kwab die veel ligt, dat is deze stukje. Dat is 1400 jaar terug gezegd en 70 jaar geleden hebben ze het pas ontdekt. Dit is één feitelijke. Ze wisten het al. Ze wisten het al, 1400 jaar terug. Maar weet je waarom? Dat is ongetwijfeld, want dat komt van God. En God weet alles. Snap je? Dat is het eigenlijk. Dank jullie wel. Nog laatste woord voor jullie allen eigenlijk. Wat vond jij globaal over dit stukje wat je hebt gehoord? Ja, heel interessant. Heel interessant. Ik heb oprecht veel geleerd. Ja, oprecht. Wow, super, super. Ja, ik heb ook heel veel geleerd. Voelt ook heel mooi. Mooi, mooi om te horen. En jij? Ja, ik vond het heel aangrijpend eigenlijk. Je voelt emotie wel erin. Wauw, mooi. Mooi om dit te horen. Ja, sowieso. Het is gewoon leuk om te horen, toch? Uit andere cultuur. Dus het is sowieso interessant. Geweldig. Ja, ik had niet alles meegemaakt, maar ik vond het erg leerzaam en leuk om te horen natuurlijk. Ja, zeker. Allemaal geweldig, heren en dames. Ik wens jullie een hele mooie avond. Ja.